Hey everybody, welcome to another episode of TVG TV. Of course, we talk about rugby here. And as promised, every week we have an exciting guest. This week we have Ibna van Rienen. Ibna is from Paarl, of course, and he's playing for VP Under 21. And he said he's got some time for us tonight just to chat. And then we of course have my co-host, Dina Polis. But besides om scores near to skry. So, Ibna, welkom weer. Dank je. Wat was ons gesê, so, wat die passie begin met rugby? Ja? Oké, okay, so, my passie het begin op 8-jarige ouderdom, waar ik toen bij Paulus laag was. En, ja, is net, my passie het net daar begin, so, bieke, weet die, kling rugby en die 22 en alles het net daar begin. En ja, dat is maar waar ik groter word. En, graad 8 hoogschool dat ik mijn eerste bekling hier heb begin. En zo mijn pas het eindelijk maar begin als een 8-jarige kind. Wat nou, ja. Zee, wat is die highlights van jouw school rugby loopbaan? Kijk, ik zal zeggen mijn journey vanaf Pretoria tot waar het nou is. Dat is basically die hele loopbaan waar ik nu is een highlight van mijn rugby loopbaan. Want alles is net memories wat ik opgebouwd heb tot nu toe. En ik hoop iets aan niet gaan aan te zetten. Het gezegd was het begin Pretoria. Wat heb je gedaan? Ik was toen in dag 14. Heb ik een kans gekregen om mijn rugby loopbaan verder te vatten in Pretoria bij de blauwballen. So, ik was 3 jaar in Pretoria geweest bij Gaasfontein. 2 jaar Kruivenweek, 2 jaar is een school gespeeld. Toen 2017, toen kom ik terug Pera Boys uit toe en dat is maar waar ik bij WP opgeëindigd. Oké, okay. Heb je 2017 in de school gewen? Ja. Oké, okay. So de... definitief. Maar kom je uit de familie rugby, van rugbyfamilie uit? Of? Ja, ik kom uit de rugbyfamilie. Pa had de rugby gespeeld, maar mijn pa was bijzonder weer voorspeler. So ik denk ik het mijn talenten van mijn opa vergaan. of course, dat is niet Perel, dat was grote rugbyteams. Wat de teams was jouw pa betrokken bij? Mijn pa, familieclub Rangers. Oké, okay, cool. En zijn die ballen gespeeld? Ja. Nee, okay. Ja, Perel man. Hè? Ik zal jouw Perel man. Oh, oké, okay, nice. Oké, okay, zo vol. Wanneer heb je voor Perel gespeeld? Ja, ik heb nog de eerste 2 keer op speel, maar zoals als wij klas en niet, kan je hem krijgen of VIP, je mag even klap spelen in Super League. So, dat is maar waar mijn klap spelen. Oké. Maar als je Super League, maar een local, zoals een Perelstreek, Rangers supporter? Ik ga maar samen met pa. Zeg voor mij, hoeveel jaren zijn je bij VIP Under 21? Ik heb zo 2017 en 2019. Okay. De 19 gespeeld, 2018 heb ik toen aan de 21 begon. Die jaar heb ik een keer hoog gespeeld in de seniors. So, ik heb Supersport Challenge gespeeld. Oh, nice. En ja, nu is ik maar weer terug bij de 21 als een competitie wat nu laatst weekend van de dag begint. Oké, okay, cool. Zeg maar met die verschil tussen aan de 21 en het begin van die seniors, is dat een groot verschil? Ja, het is een bijna groot verschil. ik zal zeggen een beetje. Die physicality en die tempo van die games is bijna verschillend. So, dat is nogal een groot stapje, maar een stapje hoor om senior rugby te spelen en junior rugby. Oké. En zeg maar, jouw mentor, die rugby speler, wie ze naar opkijken of who you want to be, who like one day, wie is het? Ja, ik het actually. Oké, ik heb daarvoor een positie gespeeld. So, ik heb begint als een fly af. Okay. Geschuifd naar nummer 13, toen was ik center. Geschuifd naar fullback. En nu was ik weer terug op fly af. Maar mijn hero was. Bij mensen houden niet meer van hem. Want. Israël van Lau. Oké. Zo, dat is mijn mentor geweest. Yeah. Maar dat is nog altijd mijn mentor. Want zoals. Goed wat hij doet. Dat is maar net inspiring voor mij. Zo, ja. Oké. In jouw opinie, hoe is de best fly-off currently in South Africa?
ik zou, joh, ze tafel één keer om de auto kiezen. Als super rugby vlak is, maar... Ja, kijk, die is dat ik kan zeggen, ik kan zo'n maken voorbeeld, ik kan ook zeggen, maak een voorbeeld, als je een jaalt en Yankees als een jaalt. Maar ik kan aan het einde van het jaar, als je hem kiest voor Karikaba, als er moeilijke letter, 10 jaalt en Yankees kan spelen. Ja, no, but that's amazing. Maar ik zou zeggen, aan een super rugby, point of view, zal ik zeggen... Mensen zeggen Lima Sapawanga, maar ik zou zeggen Boudem Beret. Okay. Want die prijzen wat hij vat, als hij Spanje goed doet, als hij nog altijd goed. Yeah. Als Lima Sapawanga aan de prijzen is, kan hij niet die prijzen zijn. Also, ik zou zeggen, mijn opinie is Boudem Beret. In Zuid-Afrika? André Polat is mijn Ian Vlaas. 10 jaar, zo dynamiek was hij omtrent rugby. Ja. Ik denk dat alle teams was betrokken. Ja. Ik heb het gezegd, ik heb één verkeerd nu. Ja, eerste keer in 13 week heb ik één verkeerd. Oké, dan kan je Chili's volgende week. Oké, en hij was, als een verrassing, Stenis tegen Violets, Dam Derby. Waar Stenis verloren tegen Stenis, Violets verloren tegen Stenis 18-17. Hij was nog als, niet als kokkie, maar allemaal schreef voor Violets af die is daar. Hij was kouder Violets als Imperial United. Van de league, maar Stenis zit vastgevallen in Violets. In één skok wat ook was ook geweest, Peoples in Buzzybees. In Langa, wat Peoples weer vastgevallen met één meter. Peoples geeft nu af, tweede laatste toe. Als Peoples hier alle volgende games winnen, dat is een moeilijke relegation naar Super League C toe. Oh, so, maar is hulle nie in Northern League? Dat is jouw bent. Oh, okay, so hulle gaat dan C toe. Ja, dan skryf nou C leer boek aan noordelijk, noordelijk, ei noordelijker. En ik sien, jou Frans Hoek en Vinyards was weer on fire die naam. Yes, soos Frans Hoek, soos ek sê, ik wacht eindelijk vir hy klas. Frans Hoek tegen Vinyards. Hy gaat die klas in die Super League bewees, en Frans Hoek het, alles nou onoorwonnen voor die hele seizoen of zo. Oké. Kijk, je zei om in die Super League B het ook al play-offs zoals een paar regions. Zo, als de eerste eindig moet je ook play-offs spelen. Ja, maar als dan speel ze, als de play-offs, als de top-player in die Super League B, dan speel ze met de laatste span in die Super League A. Oké. Dan, als je nou, maak een voorbeeld, nou, zoals vooral maak een voorbeeld, maar Frans Hoek, Venova, Frans Hoek leen nou eerste in die Super League A, en alle leen nou, Collegians leen nou laatste. Ja. En die Super League A en dan speel Frans Hoek 10 Collisions. Okay, cool. Alright. Die selige beheer met elke... Maar die leagues is dieselfde. Die streek, yeah. Ek kan maar nou die top lee in die streek, maar die lee net in die streek. So. Okay, nou sê hom met die scores, ek ging Perel. Ja, Perel het vastgevallen in SK Homes. Ibn, wat is die secret daar by Perel? Wat markeer hulle? Nee, ik was even nog van Rienen. Ik was lang last week geprobeerd geweest om te gaan kijken, maar zoals ik hoor op die groep met die mannen goed gespeeld. Alleen twee punten die game te krijgen, dus twee bonuspunten. So, als ik zal zeggen, als een win voor een span wat eerst aan het spelen is. In de Super League, je moet je spelen kiezen als hij team zien, hè? Nee, want zoals ik nu ook hier gekeken dit. Vals bij heeft Derby al gewonnen en Derby al is geclassificeerd als die span met de league gaat winnen. So, die Super League is schier nog als ups en downs. Ja, die wat was die score? Daar was het Vinyards wat weggelopen met Bukab Rangers. Bukab Rangers is hier makkelijk in Spanje, maar Vinyards ziet het wel makkelijk. Het jaar lang daar was 50, 18 geweest. Ja. En als het die streek. Waar Stenitz, maar nou in Violets gespeeld het, die score was 18-17. En als het Gardens wat in Blues gespeeld het, die score was 27-12 in Bluesigens. En als het, my prediction met die was nog als recht geweest. Ellendale in Perel en hy het 63-12. Ja, maar hy was, moest gesê, had het 50 game wees. Ja, en als het my nou Rangers en Riverstones, waar die score, Rangers 41 en Riverstones, Stones 20 het het. Oké, okay, so is nog altijd 1 en 2, Rangers top, Blues second, nog altijd diezelfde, oké? Okay? Maar die game van Rangers in Rubberstones, ik denk net Rubberstones het hulle opportunities gebruik in die game. Hulle het een paar kansen gehad om een paar te scoren, waar hulle net getik het en soos nog 20 minuten van die game oor gewees. Waar nog baie tijd gewees het om lijn te geskop het, om paar te geskop het. Ek denk as hulle 9 punten kon gevat het, sal het een game changer gewees het. En Perel SK Homes?
Weer SK Homas, die score was 31-24 en SK Homas gins. Oké, nog was het tijd hier. Ja, was het tijd game geweest. En SK Homas is die... Ja, dat is een goede span, ja. Baie goed. Voor alles hier hebben we lesbien. Ja. Ze nog als beetje taf was, ja. Als SK Homas is, is mijn Dolly nog wel, of was hij bij geweest? Ik is hier ook wel, ja. Ik ben like, elke week gegeven, ons moet die Super 14 scores die guest, maar of course, is aan die South African teams en die Super Rugby meer, hè. Is er een beetje games gekeken die naam? Ja, ik heb zo gekeken. Tussen de twee spelen in de finals. Het gaan een massive final wees, want sinds ik nog eens in het is die Aquarius vanaf waar hulle was tot waar hulle nou is, heeft hulle een groot stip op gemaakt. Zo, ik denk je dat gaan makkelijk wees, maar ik zal nog altijd gaan met de Crusaders. Ja, van in de Aquarius trevel ik me naar de Crusaders en dat is moeilijk om mensen aan te winnen. Ja. Ja, ik zal gaan maar met de Crusaders. Maar alles is nou, alles gezien waar, een beetje herkent die Crusaders op Baras Defense. Zo, die Aquarius is ook op Baras Defense, dat kan het zeker uitbeten op. Maar alle weet me nou waar die herkent die Crusaders het gebeten. Want hij was een tough game geweest, hij was heel altijd een one-pointer game geweest. Ik was in vandaag te zien als New Zealand versus Argentina. Ja, maar hij is de Aquarius was heel Argentina. Ja, ik heb gelijk zo ogen. Dean, wat is die fixtures die naam ik? De fixers die naam ik is Vinyards en Jaldeburg. Ja, hij is een tough jongen. Jaldeburg. Ja, Jaldeburg was een super Jaldeburg is van Sterren. Ja, hij heeft ook zijn play-offs gespeeld. Lazio. Oh, maar zo, ah, dan is hij een goede speler. Ja, hij heeft Lazio play-offs gespeeld. En hij zit ons bierdorpje, Franzoek, wat in Goodo speelt. Ja, en dan is het Mondium, Team Blues, Laapero. En dan is het Rubberstones en Young Steenets. Hij gaat ook een bijelijke game wees. En dan zit Rangers in Imperial United en dan zit Jal en Dale in Violets. Die game, Jal en Dale en Violets, gaat maken als een prijspik iets komt daar zo. Even zo, wat is die, wat ik wil zeggen bij jou, dat was VPN 21, ze heeft gezegd dat het een beetje tijd gaat van senior rugby. So wat is die future? Ik weet nog niet wat de toekomst van mij aanhoudt, maar ik is nog een jaar, volgende jaar als ik nog altijd bij VPN. Zo hopelijk als het Godse wil is. En Godse plan is voor mij. Hopelijk. En ik zal hard werken om Super Rugby. Om in de Super Rugby groep te wees. Zo, dat is maar mijn goal voor volgende jaar. Ik goal voor die jaar zeg maar. Om na de 21 jaar. En die competitie van de 21 om daar ook mijn karikap debut te maken. Zo. Ja. Als nog als. Als je kaart laat, moet je een keer komen van VIP is ook al met flyers. En standaard moet je passier ook, hè? Zo, als je op maar die kaart komt, nou. Oké, en wat is die eerste wat je gaat koppen van? Voor die palen. Ik heb XL aan de Supersport Challenge. 55. Wauw. 55 in IJslanden. Oké, okay, hij is weer. Hij is de andere kant van die veld. Wauw. Wat was je tafste game in die Super Sport Challenge? Griek was. Ik zal je zeggen, mijn tafste game was nog eens. Nee. Ik zal zeggen, het was iets Citas of een PE. En om op zoveel prijzen te wezen als wat ik al wees het een eigen game. Om terug te komen en toch kom winnen. Het was nog eens. Was om je kop te houden. Zo, ik zal niet zeggen Griek was of Boland. Ze zijn nog paraat met de penalty of de laatste penalty? Nee, ons het, ons was op het stadion 36-17 of 33-17. En toen kwam winnen ze games op je oude en is 36-33. Ik denk altijd like, op een flyer, er is altijd zo bij je extra pressure op een flyer. Maar wat is altijd, hoe komt er iemand zeggen, wat die flyer wist van, is die kampen, deze speler wat die team laat kan winnen of laat kan verloren? Als groot druk hoor. Ja, kan bestaan. Als je dat ziet, is een flyer wat nu wel bold is, misschien is nog niet daar. Hij is nog niet die live, maar dan krijg je mannen, wat hij komt heel tijd op je af. Hij moet je man kan staan op flyer. Kijk je van die flanken komen op je af in die binnensinten en die buitensinten. Die moves is altijd op je flyer. So maar dat is ook wat ik nog zie. I mean, hoe is die pressure op die dat game? Dat is echt niet waar wat ik zie. Want dat was in ieder geval met mij. Zoals als je misschien nog een review hebt over een swan en dan is het
dit hele wide plays, maar wanneer het in wie op je speelt en dan zit niet altijd die close play. Ja. En die tien zit zin of zo. Basically kan ik maar met mijn man staan. Dus yeah. Hoe kan een man het nou zeggen? Al hoe wel eens gehoord gaat vinden, dan moet een man staan. So sê vir my, wat is die routine als jullie klaar gaan spelen? Gaat zitten jullie ook in die ijspakkets? En dan, ik denk dat jullie maandag af, hoe weet ik het? Van jullie lichaam was nog zeer. Ook als je spijt. Nou, nee, na game en dan zit man in de rest daar. Man is in die kleedkamer, shower, gaan naar huis toe en dan maandag komen ze niet terug. Okay. Recovery, ze strik en rustig videosessie, rustig een kleren TV-sessie en dan is die dag maar klaar. Dus maar op maandag is het basically 12 uur. Okay. Dan is je weer klaar, maar dan komen we dinsdag of op donderdag, dan is het 2:30, 3:00 uur. Verschillende routines wat je maar moet aanpassen. Je loopt wel in de bijhouden, als het een partij is, met je samen seniors gaan oefenen, of oefen je allemaal op je eigen? Ons is op ons een, alles op alle eigen, maar zoals je die coaches, allemaal is, allemaal Jaap. Allemaal, dan is het bij de seniors en dan komen ze af en dan kan Jaap een beetje waar ze kan. Zo gaan het maar aan, maar is nice om te zien. En nou sê my, like junior rugby was in op, is nou deur van klein sa groot, as like, kijk, as development van die kleiner team, van ek sê, as baie so rugby spelers wat ook oorsee gaan, dan kom hulle moes die weet terug, hoe is die development vir die youngsters? Ja, as jy maar net, as jy van kleins afkom en sy kry opportunity, as jy maar net alles van kopbou, van, daar gaan pres op jou wees, daar gaan mens op jou, wat jou afdruk, en dan, as jy maar net, doen maar net wat je moet doen. En hou kop in. Geloof maar net als je kan het doen. Dat is je beste en wat je nou doen. So, als je net basically wat ik gemaakt, als ik het mijn kop hou. Ik was in een paar prezen geweest. So, ik het mijn kop hou en aan de jarige geloof en net gevraagd voor kracht en genade. En dat is maar hoe waar ik, als waar ik nou, als nog even waar ik wel wees, maar waar natuurlijk werk, maar. Dat is basically waar ik nou is. Ja, en je moet altijd die precious aan persoon zijn. Er is altijd iemand achter jou. Er is altijd een andere flyer wat ook kwaai misschien kan spelen. En ze weet elke, maar hij is een kwaai. Hij is kwaai precious. Actually, een goede ding. Als iemand je altijd die wil is, soos, hij is net, hij is hammer. Ja, en dan, als het maar net voor jou om net te doen wat hij moet doen. Ja, ze moet step up. Elke wedstrijd moet at least step up. Zeg mij nou, als zij één dag nou die phone call krijgen, ze is gekies voor die boxpan, voor wie bel ze eerst? ik weet niet wat is er om te doen. Ik weet niet hoe gaat mijn reactie weer is hier. Ik moet maar zeker rond om mijn ma en mijn pa. ik weet niet wat mijn reactie gaat weer is hier, maar als het één dag gebeurt, wil ik maar eerst rond om mijn ouders weer. Ja, so, Ebrep, dank je voor je tijd, man. Ik het is koud van hand en is op een zondag. Kaart blaantjes als ik al op was. Gericht maken om horen. So, zijn we nou op vakantie of wat is er nog? Nee, was het actually gespeeld voor zaterdag. Gisteren? Was het gisteren gespeeld in de Leopards. Maar Leopards al win. Was het nou warm-ups of zo? Ja, het was tijd geweest. Die Caricap. Die Caricap het begon, die 21 Caricap. Oh wow, oké, nice. Zo, die zelfs toe de game was die na week spelen. Zo, volgende week. Volgende week is het weer. Die week wat nou komen spelen is die Saaks en Dal, man. Oké. Sterkte, man. Dankie. Tien jaar iets van jou kanten? Ja, als net, ik zal nog eens kijken, als hij goed live, dan wees ik het dan. Oké. Ik denk net die final. Zal die final? Final is het hij zal het ons dan zieke voorwedstrijd viseren. Ja, van die Caricap. Oké. Caricap. Ja, lekker zo uit. Dank je, Ebne. Guys, ja, of course, the fixtures, they change every week. So we'll confirm the fixtures. The fields of the fixtures. And as I always say, go support the local rugby. And remember the name Ebne van Rienen. So we'll see you guys next week, same time. Bye.